En dan nu som 41, maar let op, hij is achteruit boeken. Het is niet de gewone som 41. Ik neem hem eerst over. En als je dit vaak doet, dan gaat het steeds makkelijker, maar vooral steeds sneller. Zorg dat je de regels gewoon van binnen en van buiten kent. Gewoon, als je die gewoon zo kent, dan kun je het zo opschrijven. Dit is A tot de zesde. Oh, wacht even. Ik pak even een kleurtje en doe ik het ook beter. A tot de macht 6 tot de macht 3. En dit is 3 tot de macht 2 keer A tot de macht 5 tot de macht 2. Want hier staat een punt tussen. Nou, hoe gaan we dan verder? Moet even hier iets doen, die loopt hier vast. Zo. En wat je dan doet, je maakt eerst deze, min 5a tot de 18e. Dit hoef je nog niet te doen, dat mag in de volgende stap. Maar ik denk dat jullie dit fijner vinden als je het toch tegenkomt. En dan krijg je dus 3 kwadraat keer a tot de 5e in het kwadraat. En deze tussenstap is echt verplicht. Dat doe ik na het boekje ook. Nou, dan krijg je dus min 5a tot de 18e. Maar dan zijn we er nog niet. Dan zijn we er nog niet. Hoe ga je nu verder? Nou, je ziet hier nog iets staan. Hier zie je namelijk staan 3 in het kwadraat. En ik zie dan wel dat ik hier een overneemfout heb gemaakt. Er was een 9 en dan heb ik zo slordig gedaan dat er 5 leek. Zo, ik wou zeggen, waarom komt het nou niet uit op 18? En dan krijg je dus 9 keer a tot de 18e. Is gelijk aan. Ik had dus hier zo slordig een 5 zo geschreven, dacht ik, maar het was dus een 9. Nou ja, in ieder geval, en dan krijg je dus min 5a tot de 18e. Min 9a tot de 18. Dus ik heb een 5 tekort. Ik haal een 9 af. Vergelijk die met min 5x min 9x. Dat is. Oeps, zo. Dat is min 14x. Jij bent mijn pennetje kwijt. Dus ik moet even zonder mijn pennetje. Dus dat wordt min 14x tot de 18e. Dan gaan we door met som E. En wat is er bij som E aan de hand? 5a tot de 3e. Keer a kwadraat min a tot de 5e is. Nou. Soms bij deze komt het heel mooi uit. Het zal niet altijd zijn. Soms kun je hem gewoon niet kortjes schrijven. Nou, hier doen we weer wat we steeds doen. Je doet 5 tot de 3e, a tot de 3e. Dus je krijgt 5 tot de 3e, a tot de 3e. Keer a kwadraat min a tot de 5e. Bij machten keer exponenten optellen. Dus dit is een kwestie van uitrekenen. Dus je krijgt 125a kwadraat min 125a tot de 5e min a tot de 5e. En dat is dus 124a tot de 5e. Want je hebt de 125 en je haalt er eentje af. Dan gaan we naar som F. En ja, echt als je die regeltjes beheerst, nou dan schrijf je het zo op. Echt waar. 2a tot de 3e in het kwadraat. Maar dit is wel iets wat je gewoon veel moet oefenen. Zo. Is. En hier zit van alles in. Dat maakt het ook zo mooi. Hier zit machten van machten in. Maar ook het samennemen komt hiervoor. Hier krijg je dus 2 kwadraat. A tot de 6e. Want, zo, daar moet ik eigenlijk keer hebben. Want A tot de 3e tot de macht 2 is de machten van machten exponenten keer. Deze mag je al doen. Maar je kunt ook zeggen, ik laat hem nog eventjes staan. Het is gewoon een ander stukje. Hè? Hier zou ik kunnen zeggen, zelfs hier zou je strepen kunnen zetten. Kun je zeggen, ja, het zijn 2 stukjes die ik los van elkaar uit kan werken. Dit wordt 4a tot de 6e. En dan haal ik dan gewoon eens a tot de 6e af. Want macht keer exponenten plus. Nu heb ik dus, hier heb ik zeg maar 4 keer die a tot de 6e. En ik haal er eentje vanaf. Dan hou ik dus 3a tot de 6e vanaf. Niet dat je zegt, oh deze moest ik er vanaf halen, ik hou 4 over. Dat kan natuurlijk niet. Dus 3a tot de 6e vergelijken met 4x min x. Dat is ook 3x. Hè? Dan gaan we naar g. Zo, bij G. 6a tot de 3e tot de macht 4. Min 2a tot de 4e keer 3a tot de 8e. Is gelijk a. Nou, hier heb je verschillende dingetjes. Dit is sowieso weer zo'n dingetje die je zo uit moet vermenigvuldigen. En dan krijg je hier dus 6a tot de 12e. Hè, want a tot de 3e tot de macht 4 is a tot de macht 12. Min... En nu moet je even goed opletten. 2 keer 3 is 6. He, want dit is zeg maar 1 zo'n stukje. Dan ga je gewoon naar beneden uitwerken. Dus je krijgt hier eigenlijk, als je dit zo zou bekijken, krijg je min 2 keer 3 is min 6. Dat is beter eigenlijk, zoals ik het nu zeg. En dan krijg je ook weer a tot de 12e. Waarom? Machten keer is exponenten optellen. En dat is 0.
Want ik heb 6 keer a tot de 12. Ik haalde nog eens 6 keer van het a tot de macht 12 af. Maar die had ik net precies. Ja, dan blijf je op 0 plakken eigenlijk. Dan gaan we naar de volgende. En dat is a. 5. En je zult merken, naarmate je dit vaker doet en je kent de regeltjes, dan is het gewoon een kwestie van opschrijven. Echt waar. Zo. Plus 4a tot de vierde tot de macht 2 is. Daar gaan we. Ik moet echt van die reservepennetjes kopen. Dan vind ik zo zonde van mijn geld. Maar nou zit ik weer te knoeien met mijn vingers. Dat werkt eigenlijk niet goed. Deze doe je uitvermenigvuldigen. Deze doe je uitvermenigvuldigen. En deze doe je uitvermenigvuldigen. En met uitvermenigvuldigen bedoel ik... ik zeg het eigenlijk verkeerd. Deze doe ik echt uitvermenigvuldigen. Hè, zie, ik doe zo allebei die vermenigvuldiging uitwerken. Maar eigenlijk moet ik zeggen, ja, vermacht dus, maar dat is niet echt een woord, hè. Hier heb je 3 kwadraat keer p kwadraat. Ach, daar komt Pientje aan, dat kun je niet zien, hè. En hier heb je staan p tot de macht 6. En keer 5. Nou, waarom doe ik hem nu zo achterstevoren? Omdat ik gezien heb dat een aantal van jullie dat ook doen. Die schrijven hem zo op en dan beginnen ze van achter naar voor. Maar in principe zie je ook dat dat niet uitmaakt dus. Nou, hier heb je dus, nu heb je 2 stukken. En als je het lastig vindt, zet dan strepen. Zet hier een streep. Het zijn 2 stukken. Dan gaan we eerst naar dit stuk kijken. 5 keer 3 is 15. En p tot de macht 6 keer p kwadraat. Oh, ik maak een foutje, zien jullie? Maar ik ben nou echt aan het knoeien. Zo, dit is natuurlijk nog 9. Dus je krijgt hier 5 p tot de 6e keer 9 p kwadraat. Plus 16, hè, want dat is die 4 kwadraat, keer a tot de 8e. Nou, nu hebben we deze 2 stukken nog steeds. Dan gaan we nu deze doen. Dit wordt 45 p tot de 8e plus 16. A tot de 8e. En wat is nu het gemene? Dit mag je dus niet samen nemen. Ik keek even of ik niet. Ik dacht even dat ik misschien een overneemfoutje had gemaakt. Want dit is met p. Oh, dat is niet goed te zien. Deze som ben ik niet tevreden over. Maar ja, ik heb geen tijd om het hele filmpje over te nemen. Dus dan is het maar zo. Dit is p. En dit is a. En ik dacht, heb ik nou ergens een foutje gemaakt? Dus ik ging terugzoeken. Maar het is echt met p en met a. En dit is al tot de macht 8. En dit is tot de macht 8. Maar de eis van machten samen nemen is dat het helemaal gelijk moet zijn. Ook de grondtallen. En dat is niet. Dus korter kan niet. Dit is hem. Even dat ik een foutje had gemaakt die daar niet mooi uitkwam. Zo. En dan gaan we naar... Misschien als ik wat dikker schrijf wat beter te zien is. Dan gaan we alweer naar i toe. Min p tot de 5e in het kwadraat. Min 3p kwadraat keer 4p tot de 4e. Ik denk eigenlijk dat het een foutje uit het boek is. Kijk maar, want overal is het allemaal met a's. Hier is het allemaal met a's en hier is het met p. En ik denk dat hier nog een, in de tekst verwerken, nog een, dat ze steeds die getallen aanpassen en de letters aanpassen. En dat ze hier dus vergeten zijn, dat denk ik. Maar daardoor wordt de som wel veel mooier. Dan gaan we nu naar deze toe. Dit kan op verschillende manieren. Nou, wat ik jullie adviseer is, je kunt zeggen, nou ik kijk eerst naar die min en die 2. Die min staat tussen de haakjes, die 2 is even, dus het wordt positief, dus die kan ik vergeten. Dat is een manier als je ver boven de stof staat. Als je nu van jezelf weet, ja, maar die min maakt nog wel eens fouten, dan doe je gewoon hiervan maken min 1. Want dit is eigenlijk hetzelfde als min 1 keer p tot de macht 5. En waarom is dat handig? Nou, kijk. Nu doe je min 1 tot de macht 2 en p tot de 5 tot de macht 2. 3 tot de macht 2, p tot de macht 2. En ja, daar valt weinig aan te doen, want dit mag je zo niet doen. Want die 4 staat niet tussen de haakjes. Min 1 tot de macht 2. P tot de 5e. Tot de macht 2. Min 3 tot de macht 2. P tot de macht 2. Ja, want het is gewoon alleen de losse p. En dan hebben we nog keer 4. P tot de macht 4. Nu gaan we het per stukje. Gaan we het kortjes schrijven. Wat bedoel ik met per stukje? Als je strepen zet. Dit zit met een keer aan elkaar. Dit zit met een keer aan elkaar. Dus dit zijn de 2 stukken. Dit wordt 1 keer p tot de 10e. Want je doet de exponenten keer. Maar 1 keer p tot de 10e, dat mag je zo eigenlijk laten staan. Dan moet je echt gewoon maken p tot de 10e. En wat is hier nu aan de hand? Nou, hier staat min 9. En dan maar keer p kwadraat keer 4 k
keer p tot de vierde. Maar je mag van mij in één keer hierop schrijven. Moet je wel eventjes goed opletten dat het 9 is. Hè? Dat is dus 3 kwadraat. Dat dat 9 p kwadraat is. Dus dat je hebt 9 keer 4. Dus eigenlijk zeg maar 9. Mag je niet erbij zetten, ook voor de uitleg. Hè? 9 keer 4 is 36 p tot de zesde. En dat kan je verder niet meer samennemen, want het grondtal is wel gelijk. Maar de exponent is anders. En dat is hem. En dat was deze som.